Wij zijn aan het repeteren voor de Musical Gala Awards, 15e editie, dus ook nog heel bijzonder. En zoals je ziet is iedereen hier achter al druk bezig met zenderen, dingen doornemen, spacen, zo heet dat dan, je positie bepalen. De notaris die telt alle stemmen en straks horen wij de uitslag. Oh my god. Waarom wij zijn genomineerd? Jullie net in première gegaan, hè? Gaan we klaarstaan, volgend jaar dingen jullie weer. En door de wolken zie ik zon voortaan, ik laat je nooit meer, nooit meer los. Kunnen wij twee verschillende kleedkamers krijgen hier? Ja. Moet nog heel lang met deze man. Nee, het ging goed. Het geluid was even niet in orde de eerste keer en daarna wel. Dus ja, op een lopende band. Het is echt gek. Ik voel me een soort supermarkt. Ja. Een supermarkt? Piep, piep. Nou, als we op een lopende band staan. Jammer dat je dit beeld in mijn hoofd gestopt hebt. Nu kan ik dit niet meer zien. Je bent zonder de Albert Heijn lopende band. Ja. We zijn aan het repeteren, dus nu voor de Musical Award. Om dat aanpassend en bijpassend te maken dat het iedereen goed ten opzichte van elkaar staat. En dat is best wel ook weer even aanpassen voor mij, want ik ben geen danseres. Vooral natuurlijk met televisie en zo, dat is eng. En live en alles, het moet gewoon wel goed gaan. Maar dat hebben we al best vaak gedaan. Maar ik vind het vooral eng dat we in een zaal zitten met alleen maar musicalsterren. Dat we dan een liedje gaan zingen. Ja. Het hoort er allemaal bij. We zijn live nu, hier bij Backstage Now. Oké, we gaan dit nog een keer doen, jongens. Ik moet nog een keer. Tot straks. Ik sla de aankondiging van Frits even over. Dit is een topcuisine. Wij gaan nu bedienen. Kom erin. Kom erin. Kom erin. Het zijn een paar dingen, het is ietsje wijer en dan weer ietsje nauwer en het is... Nee, dat verandert eigenlijk aan. Ik ben heel benieuwd naar de rest ook, wat de anderen gaan doen. En wie er gaat winnen. Ah!